Nou, gisteravond kwart voor elf is er een overval gepleegd op een oude echtbaar hier schuin tegenover. Hoe voelt dat voor u? Ongemakkelijk, want uh, ik ben ook een beetje bang eigenlijk. Dus ja, uh, de mensen die zitten te ver van me vandaan, want ik ben s'nachts nog wel eens wakker. En dan kijk ik altijd naar buiten. Of er wat loopt, of weet ik veel. Want de overkant is ook wel eens wat geweest hier. Maar u heeft niets gehoord gisteravond? Nee, absoluut niet. Nee. Schrikt u ervan? Nou, ik wel. Want uh, de ene keer is die aan de beurt, en dan komt er weer eens wat anders. Ja. En uh, er is niks te halen hier. Maar uh, je weet, dat weten ze zelf ook waarschijnlijk niet. Ja.